volslagen idioot dat een van de rijkste mensen ter wereld hier de halve Rotterdam afgebreken omdat hij met zijn jacht hier door moet. Er is heel wat gaande met de hef die ontmanteld wordt. Wat is er gaande? Nou ja, Jeff Bezos, een van de rijkste mensen ter wereld, daar gaan alle deuren voor open. Ook een brug, ooit het waarvan we hebben afgesproken dat hij niet meer open gaat. Dat is namelijk een monument, de hef. En daar zijn we trots op. Ik weet niet wat ik daarvoor moet vinden, man. Ja, het is heftig, want het is best een oude brug, toch? Schandalig. Schandalig? Ja. Waarom? Nou, ik vind het zonde voor zo'n mooi monument voor één man. Ja, ze zijn een beetje gek geworden volgens mij. Ik heb dus van laat dat ding staan, want dat ding is al zo lang. En het is eigenlijk iets van, ja, ik weet niet beter dat sinds ik hier woon dat er staat. Ik zie heel veel commentaar op de social media. En ik denk, och, laat de man het doen. Prima, als hij de kosten maar wel volledig betaalt. Hè? Geen vrouwenkult, het kost Rotterdam geen cent. Denk erom. Gaat hij zelf betalen? Ja, het gaat wel zelf betaald worden. Ja. Of door het bedrijf in ieder geval wat het maakt. Nee, ik vind van niet. Ze moeten het gewoon niet doen. Nee. Gewoon niet doen, niet aankomen. Niet aankomen, gewoon zo laten. Pittig verhaaltje toch? Dus cash. Ja, zolang je geld hebt. Dan kun je alles doen. Als je maar met geld zwaait, dan kan je alles. Zo te zien. Ons college, die buigt als een lakei voor het grote geld. Maar hetzelfde college, als een bewoner vraagt om een afvalbak op een parkeerplaats omdat er veel zwerfvuil ligt, moet ze 3 jaar wachten. Volslagen idioot dat een van de rijkste mensen ter wereld hier de halve Rotterdam afgebreken omdat hij met zijn jacht hier door moet. Nee? Volkomen flauwekul. Het middenstuk moet eruit. Mm-hmm. Dat zal best wel wat kosten. En dat zal best wel wat problemen geven. Maar die zijn allemaal weer op te lossen. Je kunt hem volledig in dezelfde staat weer terugbrengen. En dan zie ik het hele probleem niet. De brug, wat je zegt, is een monument. Daar zitten normaal regels aan verbonden. Dat je daar niks in mag aanpassen of weet ik het wat. En nu wordt gewoon het hele middenstuk eruit getiefd en weer opnieuw erin gezet. Als je als Rotterdammer in een monumentaal pand woont en je wil zonnepanelen op je dak leggen, mag niet mogelijk. Niet. De welstandscommissie staat elke week op de stoep of je je nog aan alle regels houdt. De regels gelden voor ons allemaal, voor alle Rotterdammers en ook voor Jeff Bezos. Beetje egoïstisch. Ja? Ja. Wat dan? Ja, waarom? Dan vaar je toch een omweg? Dan neem je maar een omweg. De oplossing is ook heel eenvoudig en ook al vaak toegepast. Je kunt gewoon die masten die er dan op moeten en niet onder de brug passen. Je kunt ook gewoon het schip afbouwen in een andere haven achter de brug. Daar hebben we er genoeg van. Is ook al vaak gebeurd. Dat is een veel elegantere oplossing. En ik weet zeker dat die 99% van de tijd niet eens aan boord van het schip is, omdat hij daar geen tijd voor hebt. Ja. En dat hij een bak met bemanning nodig heeft, omdat hij helemaal niet weet wat hij met de ding aan moet. Als hij dan toch zo schatrijk is, misschien kijkt hij. Goh, joh, een paar 100 miljoen voor het renoveren van de Kuip. Zou ik top vinden. Dan gewoon meteen even erbij gooit. Laten we dat Dat is voor die man een brood, hè. Dat is voor hem niks, dus kom op, joh.